iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je aan de titel kan zien, hebben we deze keer weer een shoplog voor je. En deze keer hebben we geshopt bij een sample sale. Ja, misschien ken je dat wel. Wij gingen er vroeger in ieder geval altijd heen. Een sample sale is zeg maar een sale dagje van bijvoorbeeld een bepaald merk. Waarbij ze de samples verkopen voor veel goedkopere prijzen. Ik weet niet of ik dat goed heb uitgelegd op die manier. Dat klopt. Dus het is gewoon merkkleding. In ons geval was het van Lee en Wrangler en Vans en Timberlands. Zo'n sample sale. En dan kon je alles gewoon veel goedkoper scoren. En ja, we deden dit vroeger ook altijd. En dat vonden we gewoon super leuk. Omdat we op deze manier dan aan bijzondere kledingstukken konden kopen voor een kleiner prijsje. En we vinden het nog steeds heel erg leuk. Dus we hebben de laatste eentje bezocht en we zijn wel goed geslaagd. Het allereerste merk waar we beginnen is het merk Wrangler. Onze nicht Maren werkte daar, dus toen zij ervan op de hoogte was dat er een sample sale kwam, had ze ons daar ook een uitnodiging voor gestuurd. Dus dat is heel erg leuk. En het allereerste item dat ik heb is dit super gave jasje. Zo ziet het eruit. Het is een beetje een oversized model. Een soort van vleermuisachtige mouw, wat ik heel erg mooi vind. En ik vind de wassing heel erg gaaf en fijn. Dus ik ben hier echt super blij mee. Het model van dit jasje is volgens mij 80's Jacket of Kurt's Blue. Een van de twee misschien bij elkaar. En de originele prijs was €119,95. En deze werd aangeboden voor €25. Dus dat is echt een super goede deal. En ik heb nog een jeans gescoord. En ja, ik moet zeggen, de laatste tijd is Wrangler best wel wat meer verjongd, zeg maar, qua merk. Ze hebben best wel veel leuke retro kledingstukken en dergelijke. Want je kent misschien Wrangler wel echt van vroeger. Van iets wat misschien je vader en moeder droegen. Maar ze zijn weer helemaal jong en hip geworden. En heel veel broeken vinden we ook super tof. Dus ik heb hier de retro straight. Ons nichtje had dus echt even geholpen met welke broeken een beetje bij onze stijl passen. En de retro straight is wel echt, vind ik in ieder geval heel erg cool. Dus die loopt rechts naar beneden en dan... En een klein beetje high-waisted ook, toch? Klein beetje high-waisted en die is dan wat strakker bij de bovenbenen. Maar ik zal het je straks wel laten zien. En even kijken. Voor de rest is dit gewoon een blauwe. Eigenlijk is het dezelfde wassing als jouw spijkerjasjes. Dat vond ik wel heel erg mooi. En even kijken. Oh, even, ik weet bij deze niet de prijs in ieder geval. Oh, hey. Nou, deze is gewoon matching. Dit is ook de Kurt Blue. Ah. Dus volgens mij horen deze officieel bij elkaar. Dus dat vind ik wel heel erg grappig. Kan je ook als set dragen dan? Ja, dus misschien kan ik ook een keertje voor je lenen. Mm-hmm. En ik weet eigenlijk niet hoeveel deze origineel kost. Maar ik weet wel dat ze hem verkochten voor €20. Volgende items die we hebben zijn van het merk Vans. Zoals jullie vast wel weten zijn wij enorme Vans. We hebben echt superveel schoenen. Bij Vans kennen we trouwens ook een van de vriendinnen van Serena die daar werkt. Dus ik vond het ook super leuk dat deze sample sale ook Vans had. En dat we haar konden zien. En daar hebben we ook wel dingetjes geshopt natuurlijk. Allereerst heb ik deze trui. Ik heb hem al een keertje gedragen. Dus hij zit een klein beetje onder de kattenharen van Rama. Maar het is echt een super fijne trui. Het is een, ik denk officieel een mannenmodel. Gewoon een zwarte, simpele crewneck. Maar dan wel met tekst hier op de voorkant. En ook een hele grote op de achterkant. Wat ik altijd wel heel erg gaaf vind. Dus ik ben hier echt super blij mee. Gewoon om te combineren met een jeans bijvoorbeeld. Deze was €20. Volgens mij. Dan heb ik hier een t-shirtje van Vans. En hij is eigenlijk heel simpel. Gewoon helemaal zwart en dan Vans erop geschreven in het rood. En ik vond het lettertype wel heel grappig. Het is een beetje horrorachtig of zo. Het doet me ook een beetje denken aan die ene serie op Netflix. Stranger Things. Daar moest ik ook een beetje aan denken. Hoewel het echt een compleet ander lettertype is trouwens. Maar goed, ik vond hem heel erg leuk en ik hou heel erg van t-shirts. En alle t-shirts daar werden verkocht voor €15, dus dat is niet zoveel. En ik vond hem echt heel erg leuk. Volgende item is eentje die ik bij de kassa zag liggen. Dit is namelijk de DIY Iron-On Patches. Het zijn drie verschillende opstrijkplaatjes die je bijvoorbeeld een jasje of een tas kan doen. En deze vond ik wel heel erg leuk omdat er een roosje bij zit. En er staat no thanks, fans en nog een keer fans. Leek me gewoon heel erg leuk voor erbij. Dan heb ik hier een hele leuke sweater dress. En daar was ik nog een beetje naar op zoek. Want ik vind het wel heel erg leuk om te dragen dit najaar. En deze is een beetje sportief. Het is een beetje fleece aan de binnenkant. Dus hij is lekker warm. En aan de bovenkant heeft deze bekende blokjes. En zijn dan 3/4 mouwtjes. En voor de rest is die gewoon zwart. Even kijken de achterkant ook.
En ja, ik vond deze wel heel erg chill zitten. Ik denk dat ik hem ga combineren met de Vans platform. Ja. Is natuurlijk wel een beetje in stijl. En even kijken. Nou, en deze sweater dress die werd verkocht voor €20. Volgende item dat ik heb is een paar veters. Klinkt niet heel erg spannend, maar ik wilde eigenlijk al een tijdje een paar zwarte veters om in mijn Vans te doen. Ik heb eigenlijk twee paar skate highs die gewoon precies hetzelfde zijn. Leek me leuk om gewoon een van de twee een zwart paar veters te geven. Dus die heb ik ook gelijk gescoord op de sample sale. Normaal zijn ze, even kijken, €5 of zoiets, veters. Dus nu waren ze nog iets goedkoper, dus dat is altijd mooi meegenomen. Dan heb ik hier nog een long sleeve, want daar was ik echt naar op zoek. Omdat het een beetje van die tussenkleding is. T-shirts zijn soms nog te koud in deze periode. Truien vind ik soms nog te warm, of al te warm. En deze vond ik wel heel cool. Op de achterkant staat gewoon off the wall heel groot. En op de voorkant eigenlijk niks behalve het Vans logotje. En die is weer in een leuke lettertypje. Ja, erop geborduurd. Dus ik vond hem heel cool. En even kijken. De mouwen zijn lang en hij is verder ook vrij lang. Dus mijn idee was wel om hem eventueel als een soort van sweater t-shirt. Mm-hmm. Klopt dat? Zeg ik het goed? Nee. T-shirt dress te dragen. En anders kan die ook gewoon als een longsleeve op een broek. Prijs weet ik niet meer precies. Het zou 15 kunnen zijn, maar ook 20. Ik denk 15, omdat het een t-shirt is. Gaan we door naar het volgende merk en dat is Eastpak. We hebben allebei hetzelfde fanny packje, buideltasje gescoord. Deze is echt super leuk. Heeft een beetje zo'n army print en dit is gewoon super handig. Er zit ook nog een rit aan de achterkant waar we heel erg blij mee zijn. Dat is perfect om je telefoon in op te bergen tot hij lekker tegen je aan zit. En verder is het ook een super plat tasje. Het is heel erg fijn om gewoon altijd mee te nemen op reis. Als je niet zeker weet dat je hem nodig hebt, kan gewoon altijd mee. Mm-hmm. Hier hebben we voor betaald €5. Ja, dat was echt een echt super goede deal. Normaal. Dus dat kon je gewoon niet laten liggen. Ja, ik weet niet wat de normale prijs is daarvan. Maar ja, ik weet zeker idee. Dat het een goede deal is. Ik weet, ja, in ieder geval alle kleine tasjes werden dus voor €5 verkocht. Dus je had heel veel fanny packjes. Maar ook dit soort tasjes. Ik weet nog niet zeker hoe ik dit ga dragen of ik het ga dragen. Maar het leek mij heel erg handig om dit te gebruiken voor een paspoort. Ja. Zeg maar qua maat. En dan zit hiervoor zit een vakje. Hier zitten nog twee vakjes. Dus het is echt meer een soort van reistasje, dacht ik. Dat was in ieder geval mijn idee. Ja, omdat die zacht is, denk ik ook dat je onze vlogkamer erin kan doen. Ja, bijvoorbeeld. Dus dat leek me gewoon heel erg makkelijk voor op reis. En dan hierachter zit ook nog een gaasje voor als je oordopjes... Ik wilde zeggen je iPod erin doet. Je iPod? Wie heeft er nog een iPod eigenlijk? Zo. Maar goed, daar is het misschien wel handig Ik denk voor. Dat het een heel fijn tasje is. Zo, kom niet aan mijn woorden, maar ik denk dat die echt heel chill is. Ja, dus nogmaals, deze is dan ook €5. En dan heb ik ook nog dit tasje. Het is volgens mij officieel iets van een etui. Maar er zit ook zo'n vakje in waarbij je dus misschien kwasten erin kan doen. Dus je het kan zou best wel als make-up tasje Ja, ook gebruiken als make-up tasje. En in mijn eerste gedachte voor dit tasje was een soort van elektronica tasje waar ik al mijn kabels bij elkaar kan bewaren, want die kan je natuurlijk ook hier doorheen doen, zodat ze niet allemaal met elkaar in de knoop gaan. En er past een vlogcamera in en van alles en nog wat. Dus het was mijn eerste gedachte om er een elektronica tasje van te maken. Dus ik heb ook gekozen voor deze rode met van die handjes erop. Dat is echt zo'n heel oldschool muisklikje. Ja. Dus deze vond ik heel erg fijn. En hij is wat steviger gemaakt, wat heel mooi is. Deze was ook maar €5, dus score. Nou, wij zijn heel erg benieuwd of jullie ook wel eens op een sample sale zijn geweest. Of dat er misschien nog eentje aankomt. Tip ons dan vooral. Want Larissa en ik waren laatst ook getipt voor een Fjallraven sample sale in Houten. Mm-hmm. En daar is Larissa dus heen geweest. Ja, hij is er niet geslaagd. Nee, helaas waren we net te laat. Want die sample sale was er op 2 dagen. En we gingen op de tweede pas. En toen was blijkbaar op de eerste gewoon alles helemaal uitverkocht. Dus nu zijn we stiekem wel heel erg zo van, shit, weet je wel, heel erg benieuwd van, wat was de goed, weet je wel, waarom was het zo goed dat het helemaal uitverkocht is in 1 dag. Ja, dus met sample sales moet je er altijd wel een beetje bij tijds bij zijn, want als het op is, is het gewoon op. Dus als jullie tips hebben voor elkaar, laat ze zeker achter in de reacties. Wij hebben op dit moment eventjes geen sample sale in gedachten die we met jullie kunnen delen, maar... We hebben het wel weer echt te pakken, die smaak van sample sales. Het scoren, het graaien bijna, wat trouwens heel erg meeviel bij deze sample sales. Ja, dat is heel net. Het was niet heel erg dat iedereen aan het trekken was en zo. Dus dat scheelt ook. Mocht je het trouwens gemist hebben, Tara en ik uploaden nu elke zondag een weekvlog. Dus die staan al online op ons kanaal. En ik zou zeker zeggen, ga even gezellig kijken. En dan zie je nog meer van ons. En behind the scenes zouden we heel erg gezellig vinden. En dan wil ik u heel erg bedanken voor het kijken naar deze Sample Sales Shop vlog. Het klinkt zo lekker. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren, een duimpje omhoog te doen.
En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende. Doei! Doei.